Hoofdstuk 10. Ioniserende straling. Paragraaf 2. Gezondheidseffecten van straling. Hier zie je twee foto's van medewerkers die met stralingsbronnen werken. Radioactiviteit is schadelijk voor je lichaam. Dus als je met stralingsbronnen werkt, zul je daar verstandig mee om moeten gaan. Bij deze ene medewerker wordt getest of die besmet is geraakt met radioactieve bronnen. Links. Als dat het geval is, dan moet hij zijn kleren uitdoen en douchen en zorgen dat die stralingsbronnen van zijn uh, lichaam gewassen worden. Rechts zie je een medewerker die een badge draagt, een dosismeter. Daar wordt gemeten gedurende haar werk of ze teveel straling heeft opgelopen. En als dat het geval is, dan zal ze ander werk moeten doen, uh, voor die week bijvoorbeeld, om te voorkomen dat ze teveel straling oploopt in haar werk. Nou, hoe ontstaat nou de schade door ioniserende straling? En hoe kun je nou berekenen welke dosis je ontvangt? Die dosis is nog niet het biologische effect. Dat doe je met een dosisequivalent. En dat kun je ook uitrekenen met behulp van die dosis. Vervolgens leg ik uit hoe je je totale uh, lichaamsdosis kunt berekenen als bijvoorbeeld maar een deel van je lichaam wordt bestraald. En ik leg uit wat het verschil is tussen straling en besmetting. Tot slot leg ik uit welke bronnen er zijn van de straling. Dus hoe kom je nou aan uh, die dosis? Hoe loop je die dosis op? Eerst die schade door ioniserende straling. Bedenk nog van vorige les dat ioniserende straling het vermogen heeft om atomen en moleculen te ioniseren. In weefsel betekent dat er DNA beschadigd wordt of er ontstaan vrije radicalen die op hun beurt DNA kan beschadigen of celonderdelen kan beschadigen. Elke ionisatie kost een bepaalde hoeveelheid energie, ongeveer 10 elektronvolt als vuistregel. Dus die geabsorbeerde energie is een maat voor het aantal ionisaties en dus de schade. Ook hoe geconcentreerder de straling die wordt geabsorbeerd, hoe schadelijker het effect. De stralingsdosis. De stralingsdosis D in gray is een maat voor de geabsorbeerde straling. En je berekent hem door de geabsorbeerde stralingsenergie E te delen door de massa van de stof die de straling absorbeert. En die stralingsdosis in gray wordt ook wel dosis genoemd. Dit is nog geen maat voor het biologisch effect. Het biologische effect van straling. Dat is een probleem. Er zijn geen betrouwbare testen met ioniserende straling. Wel zijn er bijvoorbeeld gegevens over toevallige blootstellingen, ongelukken. Er zijn medische behandelingen. Soldaten, zoals in de documentaire Atomic Soldiers, waar ik het vorige les over had, en de overlevenden van de atoombom, die zijn onderzocht. Uit het onderzoek onder overlevende van de atoombom volgt een lineair verband tussen de ontvangen dosis en het risico op kanker. Dit is een grafiek die dat uitdrukt: horizontaal de ontvangen dosis in gray en verticaal de toename in risico op kanker. En je ziet ongeveer een lineair verband. Maar dit is niet een heel erg betrouwbaar uh, resultaat, omdat er dus niet systematisch onderzoek kan worden gedaan. Dat is niet ethisch verantwoord. Je kunt niet. Twee groepen mensen indelen. De ene bestraal je wel en de andere bestraal je niet. Maar het verband dat uit dit soort onderzoek naar voren komt is dat voor lage dosis geldt dat hoe groter de dosis, hoe hoger het risico op het krijgen van kanker. Het dosisequivalent. Het dosisequivalent H in Sievert geeft het biologische effect. En dat bereken je door de dosis van de net, de stralingsdosis, te vermenigvuldigen met een, we een weegfactor WR. En die WR is de stralingsweegfactor. W staat voor weight en R voor radiation. Zo kun je het beter onthouden. Deze factor heeft geen eenheid. En in BINOS tabel 27d3 kun je bijvoorbeeld vinden dat voor beta- en gammastraling de weegfactor 1 is. En voor alfastraling 20, veel hoger. Hoe komt dat nou? Herinner je dit plaatje nog van de vorige video? Alfastraling wordt vrijwel volledig geabsorbeerd door een vel papier en bedstraling dringt daar doorheen, maar wordt door een boek geabsorbeerd. Gamma-straling wordt nauwelijks door het papier, meer door het boek, maar een beetje door het beton geabsorbeerd. En dit verklaart waarom die alvestraling zo schadelijk is. Die alvestraling veroorzaakt schade in een heel klein gebied. Daar gaat dus heel veel stuk. En dat effect is dus veel groter. Je kunt het een beetje vergelijken met een fiets die stuk gaat. Stel je hebt een lekke band, dan plak je die en je fietst verder. Stel je ketting loopt van de uh, eraf, dan leg je de ketting er weer om en je fietst weer verder. Maar stel je nou voor dat allerlei schade in je fiets tegelijkertijd plaatsvindt. Je hebt een lekker band, je ketting loopt eraf, je zadel scheurt, je stuur breekt, je voorvork knakt, alles gaat in één keer kapot. Die fiets, daar ga je niet meer mee verder fietsen, die breng je naar de schroothoop. En zo werkt het ook een beetje met die alfastraling. Nou is er nog iets anders. Uh, die alfa-straling komt niet door de opperhuid. Dus het gevaar is vooral doordat je het inneemt, doordat je het inslikt of inademt. En dan ontstaat er dus lokaal heel veel schade. Bij gammastraling uh, is er weinig absorptie. Maar dat betekent dus ook dat die gammastraling moeilijk te stoppen is. En dus gevaarlijk is voor de omgeving. Nou, een voorbeeldopgave voor een dosisberekening. Stel je voor: een persoon van 70 kilogram wordt blootgesteld aan gammastraling. Met een intensiteit van 2,0 keer 10 tot de achtste fotonen per seconde per vierkante meter. En een fotonenergie van 1 mega-elektronvolt. Elk foton heeft dus een energie van 1 mega-elektronvolt. Die persoon absorbeert maar 50% van die straling. Bedenk, het is gammastraling, dus je absorbeert niet alles. En dat wordt gedaan over een oppervlak van 0,80 vierkante meter. Bereken het dosi dosis-equivalent H na 1 uur. Welke formules heb je nodig? Dat zijn de formules van daarnet voor uh, het dosis-equivalent en voor de dosis. En de gegevens die je uit BINAS haalt, is ten eerste dat je de weegfactor opzoekt. Dat is 1 voor gammastraling, En de omrekeningsfactor voor elektronvolt. 1 mega elektronvolt is 1,6 keer 10 tot de min 13 joule. Nou bereken nou eerst de geabsorbeerde energie. Die energie is gelijk aan het aantal geabsorbeerde fotonen keer de energie per foton. In de formule E is n keer EF. En dat aantal geabsorbeerde fotonen is gelijk aan de helft van, hè, dus 50%, van die intensiteit, keer de tijd dat je bestraald wordt, 3600 seconden, dat is een uur, keer de oppervlakte die wordt bestraald. En dan kom je op 2,88 keer 10 tot de 11e geabsorbeerde fotonen. Elk van die fotonen heeft een energie van 1,6 keer 10 tot de min 13e joule, dus die vermenigvuldig je met elkaar. De energie die je absorbeert is 0,0461 joule. De dosis is dan die energie gedeeld door 70 kilogram. Dat is 6,583 keer 10 tot de min vierde gray. En die moeten we nog vermenigvuldigen met de weegfactor. Maar omdat het hier gaat om gammastraling, is die gewoon 1. En is de equivalente dosis dus 0,66 millisievert. Nou, dit stukje is geen centraal examenstof, maar toch is het handig om er iets van te weten om je. Voort kunnen stellen wat er gebeurt als een klein deel van je lichaam wordt bestraald. Stel je voor, je hebt je hand gebroken en er wordt een röntgenfoto van je hand gemaakt. Wat moet je dan doen om het effect op je hele lichaam te berekenen? Reken dan de equivalente dosis H om naar een effectieve totale lichaamsdosis. En dat doe je weer met een weegfactor. De effectieve totale lichaamsdosis is dan een weegfactor WT keer H en die H is de equivalente dosis die je berekent zoals ik net heb laten zien. Die weegfactor is nu een weefselweegfactor, W weer voor weight en T voor tissue. Ook deze weegfactor heeft geen eenheid. In BINUS tabel 27 D3 vind je weegfactoren. Bijvoorbeeld voor de huid of het botoppervlak is die 0,01, voor long en maag 0,12 en voor het hele lichaam per definitie is die 1. Al die weefselweegfactoren van je hele lichaam tellen op tot 1. Nou, een voorbeeld. Stel dat door inademing van een halfstraler de longen een equivalente dosis ontvangen van 5 millisievert. Reken dan de effectieve totale lichaamsdosis uit. De weefselweegfactor van de longen is 0,12. Dus de effectieve totale lichaamsdosis is 0,12 keer 5 is 0,6 millisievert. Als er nou meerdere lichaamsdelen zijn, dan moet je die allemaal bij elkaar optellen. Dan het verschil tussen bestraling en besmetting. Wanneer is er nou sprake van bestraling? Stel je hebt de energie van het stralingsdeeltje geabsorbeerd, dan is er sprake van bestraling. Je bent bestraald. Je bent zelf geen bron, dus je bent ook niet een gevaar voor anderen. Je straalt zelf niet meer. Wanneer is er sprake van besmetting? Je hebt de stralingsbron op of in je lichaam. Dat betekent dat jij wordt bestraald zolang je die bron bij je draagt. Het zou ook kunnen dat jij anderen bestraalt. Dus een gevaar bent voor anderen. Nou, als je nou een alfastraler hebt ingeademd of ingeslikt, dan wordt alleen jij bestraald, maar niet anderen. Omdat die alfastraling niet door jouw lichaam heen komt. Maar als je op de een of andere manier een gamma-bron bij je hebt, dan ja, wordt jij bestraald en anderen om je heen ook. Nou, nog even terug naar die foto van het begin. Die mevrouw hier uh, draagt dus die dosimeter en uh, gedurende haar werk wordt zij mogelijk bestraald omdat ze met bronnen werkt. Daar ontkom je vaak niet aan. En die dosimeter houdt bij hoeveel dat is geweest. En zo kan je dus achteraf zien, bijvoorbeeld aan het eind van de dag, is het uh, binnen de grenzen gebleven. Die meneer heeft met bronnen gewerkt, die heeft ze misschien moeten aanraken of vervoeren. En je wilt zeker weten dat je dus niet uh, die bronnen bijdraagt als je weer naar buiten gaat. Dus dat is een test voor besmetting. Wat zijn nou bronnen van straling? Uh, dat wordt ook wel achtergrondstraling genoemd. Dat zijn stralingsbronnen die je uh, hebt waar je niet echt aan kan ontkomen. Dus dat zijn niet stralingsbronnen die je moedwillig uh, opzoekt. Uh, nou, waar komt die straling vandaan? Bijvoorbeeld uit de grond, uh, rotsen uh, en gesteenten kunnen uh, bronnen van straling bevatten. Dit is een foto van Cornwall, Zuidwest-Engeland. En uh, daar uh, zit best wel veel uh, radioactiviteit in de grond. Uh, bouwmaterialen, bijvoorbeeld gips, nou, dat komt natuurlijk ook uit de grond. Uh, daar kunnen uh, stralingsbronnen in zitten. Dat is niet te voorkomen. Dus een nieuw huis bevat veel nieuw gips. En dat straalt. En dat duurt even voordat dat weer uh, uitgestraald is. Dus totdat het afgenomen is. Dat leg ik later uit. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat je goed ventileert in uh, nieuwe huizen. En een andere bron is uit de ruimte, kosmische straling. Dat is straling van voornamelijk de zon. Uh, die stralingsdeeltjes komen onze atmosfeer binnen en ja, die, daar kun je dus ook door bestraald raken. Nou, in Nederland uh, ontvang je gemiddeld per jaar zo'n 2 millisievert aan straling. Dat is dus door rotsen, gassen, bouwmaterialen, kosmische straling en uh, zo af en toe gemiddeld een, een röntgenfoto bijvoorbeeld. Dit is dus typisch wat een Nederlander ontvangt. Handig om te onthouden, want dan kun je een beetje een schatting maken van of een bepaalde berekening die je doet uh, zinnig is. En of dat de dosis die je uitrekent groot is of klein. Nou, om dat te vergelijken, als je twee weken op windsport gaat, dan ontvang je 0,03 millisievert. Als je een röntgenfoto maakt, dan heb je al snel 0,05 millisievert. Ga je twee weken op vakantie in Cornwall, dat is van die foto van eerder, dan ontvang je 0,2 millisievert. Dus ongeveer 10% van wat je in Nederland in een jaar zou ontvangen. Dat is best veel. Een retourvlucht Australië is 0,4 millisievert. Dus dat is uh, een vijfde van wat je in Nederland zou ontvangen. Dat is natuurlijk heel veel, want die retourvlucht duurt maar een dag heen en een dag terug. En dat betekent dat je die dosis in een redelijk korte tijd al oploopt. Een CT-onderzoek aan de buik, dat is 10 millisievert, dat is heel veel, vijf keer zoveel. Maar bedenk dat bij een CT-onderzoek er ook een goede reden is om die straling op te lopen. Het risico dat je loopt wordt afgewogen tegen het nut dat je hebt van het onderzoek. En tot slot, een astronaut in het ISS die ontvangt per dag 1 millisievert. Dus in twee dagen al evenveel als wat je in Nederland zou ontvangen. Nou, ik zal hier een link zetten naar een heel leuk filmpje van uh, iemand die onderzoekt waar je nou de meeste straling oploopt. Heel erg uh, knap gedaan. Hij reist de hele wereld af en uh, echt een aanrader om even te kijken. Een samenvatting: Ioniserende straling veroorzaakt schade door ionisaties. Die schade is zo ongeveer evenredig met de geabsorbeerde energie. De dosis in gray is een maat voor de opgelopen stralingsbelasting, maar dat is nog niet het biologische effect. Het equivalent in sievert weegt het soort straling mee voor een biologisch effect. Dan geldt dat hoe hoger de dosis die ontvangt, hoe groter de schade. De effectieve totale lichaamsdosis in sievert, dat is het omrekenen van een equivalent van een lichaamsdeel naar het totale lichaam. Bijvoorbeeld je hand naar je hele lichaam. En in Nederland is de gemiddelde effectieve totale lichaamsdosis 2 millisievert per jaar. Wat is bestraling? De dosis heb je al ontvangen, maar je bent geen bron. Je bent bestraald, maar je straalt niet meer. En besmetting betekent dat jij een bron wordt doordat de stralingsbron op je zit of in je zit. Dit was les 2, paragraaf 2 van hoofdstuk 10.